Een veld vol hoogspanningsmasten. Dat lijkt behoorlijk gevaarlijk, maar dat valt wel mee. Het wordt in ieder geval wel een spannend verhaal. Elektrische velden. We beginnen eventjes met een beetje kennis opfrissen. Wat weet je allemaal nog van ladingen? Want een lading is belangrijk voor een elektrisch veld. Nou, twee soorten lading heb je, positieve en negatieve lading. En die twee ladingen die trekken elkaar aan, althans, positief trekt negatief aan. Maar als je twee gelijke ladingen hebt, die stoten elkaar af. Niet alleen twee positieve, maar ook natuurlijk twee negatieve ladingen stoten elkaar af. Goed, dat is eventjes over de lading positief en negatief. Het symbool voor lading is de letter Q. En je kunt gebruik maken van de hoofdletter Q of de kleinere Q. Vooral als we over een deeltje hebben, bijvoorbeeld elektron. Dan gebruiken we vaak de kleine letter Q. De eenheid van lading is de coulomb. En dat korten we af met de hoofdletter C. Waar komt de lading vandaan? De oorsprong van de lading is het atoom. In het atoom heb je de kern. En in de kern zitten protonen en de neutronen. En om de kern daar cirkelen de elektronen. En het elektron, hier heb ik eens, dat is negatief geladen. De lading van één elektron is ontzettend klein. Die is min 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. Deze lading die heeft ook het proton. Alleen het enige verschil is dat proton een positieve lading heeft. Dus één proton die heft de lading van één elektron op. Samen zijn ze neutraal en omdat het aantal protonen in een kern even groot is als het aantal elektronen rond de kern, is het atoom zelf neutraal. En wat ook neutraal is, is het neutron. 0 coulomb. Die 1,6 keer 10 tot de macht min 19 is natuurlijk afgerond. Het nauwkeurigere waarde die vind je natuurlijk weer in Binas. En al die constantes die vind je in de tabel 7 van Binas. En ook deze dus, hè, dat elementair ladingskwantum zoals het heet. Ja, hier elementair ladingskwantum. Dan zie je dus hier inderdaad 1,6 en nog een aantal cijfers erachter. Keer 10 tot de macht min 19 coulomb. Waarom heet het elementair ladingskwantum? Dat is omdat in de natuur er geen kleinere lading is dan die 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. Ja, kleiner, alleenstaand kan niet. We gaan even verder. De voorkennis, die hebben we nu gehad. We gaan nu kijken naar die kracht tussen die twee ladingen. De aantrekkingskracht of de afstotingskracht. Waar is die elektrische kracht van afhankelijk? Nou, stel je voor, het zijn twee magneten. Dan kun je je voorstellen dat als ze verder van elkaar af zijn, dat het dan minder kracht is. Oftewel, de elektrische kracht is afhankelijk van de onderlinge afstand. Natuurlijk, onderlinge afstand moet je altijd wel rekenen vanaf de middelpunten van de voorwerpen. Goed, dus afhankelijk van onderlinge afstand. Waar is nog meer afhankelijk van? Nou, stel je voor, ja, ook weer met magneten, je hebt een sterkere magneet. Sterkere magneet betekent grotere kracht. En met een elektrische kracht is hetzelfde, alleen is het natuurlijk niet magnetisme, maar dan is de hoeveelheid lading. Kijk, als ik dus hier meer lading opzet, dan wordt de kracht groter. En ook hier. Maar kijk, je hebt dus deze kracht wat groter, maar deze kracht ook. Hoe kan dat? Nou, dat is natuurlijk de derde wet van Newton. Ja, als de een een kracht uitoefent op de ander, dan oefent de ander een even grote tegenstelkracht uit op de een. Ja, dus ze zijn beiden even groot. Ja, en het is natuurlijk ook zo van als de ander ook grotere lading krijgt, dan wordt dus de kracht nog groter. Ja, dus de lading van beide voorwerpen, van beide ladingen, die is bepalend voor de elektrische kracht. Onderlinge afstand en de grootte van beide ladingen. Goed, we hebben een lading Q1 en lading Q2. En die zitten op een afstand R van elkaar verwijderd. Dus de elektrische kracht
is afhankelijk van beide ladingen en de afstand. Grotere lading betekent grotere kracht. Kleinere afstand betekent ook grotere kracht. Vandaar dus dat de lading die zit boven de deelstreep en de afstand zit onder de deelstreep. Ladingen altijd in coulomb en afstand altijd in meters, de officiële SI-eenheid. Als je dat doet, dan krijg je de kracht ook in de officiële eenheid, de newton. Nu moet er nog wel één ding bij. Dit zou wel erg eenvoudig zijn natuurlijk. Er moet nog een constante voor. En die constante, die heeft een eenheid. Newton mal meter in kwadraat met coulomb tot de macht min 2. Als je dat hier invult, de eenheid, dan zul je merken dat de eenheid aan de linkerkant, newton, gelijk is aan de totale eenheid wat hier staat. Ja, als je dit allemaal invult, dan valt heel veel weg en hou ik ook alleen maar een newton over voor het geheel. Die constante die is natuurlijk hier te vinden in precies bina 7. Kijk, hier staat constante in de wet van Coulomb en die is 8,98 etcetera etcetera keer 10 tot de macht 9 newton mal meter in kwadraat maal Coulomb tot de macht min 2. Je ziet erachter ook nog hoe de constante eigenlijk gedefinieerd is, maar dat gaat iets te ver in dit verhaal. Zo'n lading die heeft een bepaalde sfeer om zich heen. Ja, en die invloedssfeer om zo'n elektrische lading, dat is nou waar het deze paragraaf over gaat. Dat is nu het elektrisch veld. Door het elektrisch veld om een lading heen, zal een lading die in de buurt zit, voelen van hey, er is een andere lading in de buurt. Ik word afgestoten. Of natuurlijk van, hey, er is een andere lading in de buurt. Ik voel me aangetrokken. Dat is de invloedssfeer van elektrische lading. Dat is het elektrisch veld. Het elektrisch veld die is dan ook gedefinieerd met behulp van die krachten. Namelijk het elektrisch veld is de kracht die iets voelt, gedeeld door de lading van dat iets van het voorwerp. Elektrisch veld. Dat pijltje erboven, dat geeft aan, ja, dat pijltje hier daarboven, ja, en hier ook boven, geeft aan dat elektrisch veld ook een richting heeft. Ja, net als een krachtenrichting heeft, heeft elektrisch veld ook een richting. Elektrisch veldsterkte kunnen we dan ook definiëren als de kracht die een positieve lading van 1 coulomb zou ondervinden. Ja, zo kun je dus elektrisch veldsterkte in feite ook meten. Je pakt een lading van 1 coulomb, je meet de kracht die dat voorwerp ondervindt en dan heb je elektrische veldsterkte. Dus het symbool voor elektrische veldsterkte, dat is gelukkig niet al te moeilijk, de hoofdletter E. Het is wel vervelend dat die hoofdletter E ook het symbool is voor energie, maar daar komen we later wel weer op terug. De formule heb je zo net al gezien, dat is dus de kracht gedeeld door de lading. En als je de formule hebt, heb je natuurlijk ook de eenheid, want de eenheid van elektrische veldsterkte is dus kracht gedeeld lading, dus is de eenheid newton per coulomb, newton gedeelde coulomb. Goed, we gaan het even over elektrische veldlijnen. Elektrische veldlijnen die worden gebruikt om een elektrisch veld te kunnen tekenen. Je kunt het eigenlijk niet zien, een elektrisch veld, maar we gebruiken veldlijnen om het, met een mooi woord te gebruiken, te visualiseren. Ja, we maken er een plaatje van. Eerst eventjes een kleine animatie erbij. Stel je voor, ik heb een positieve lading. Ja, die zet ik nou daar ongeveer neer. Ja, zo is het mooi. Dan krijg je dus daar die invloedssfeer op. En ik schakel nu even die invloedssfeer uit. Kijk, en dan hou ik dus alleen van die pijltjes over. En die pijltjes, die geven dus aan hoe het veld loopt, wat de richting van het veld is. Die pijltjes, ja, dat zijn eigenlijk de veldlijnen. En dan zie je dus dat de veldlijnen mooi eraf lopen. En als ik nu een extra lading bij doe, dan hebben dus beide ladingen hebben een veld. En dat veld, ja, bij beide ladingen gaat het veld van de lading af. Maar ze beïnvloeden elkaar wel natuurlijk. Kijk, twee
ladingen, twee velden en samen vormen ze één veld. Ik kan in plaats van een positieve lading, kan ik ook een negatieve lading pakken. En die plaats ik ongeveer daar neer. Ja, prachtig. En dan zie je dus dat de veldlijnen naar de negatieve lading toe gaan. Dus veldlijnen gaan van positief weg en ze gaan naar negatief toe. En ja, inderdaad, je ziet mooi van die rondjes van positief gaat het weg en dan gaat het naar negatief. Nou, positief heen weg, hou ik alleen de negatief over, zodat je dus duidelijk ook het veld van een negatieve lading kunt zien. Ja, de veld gaat dus naar de negatieve lading toe. De veldlijnen. En die veldlijn kun je natuurlijk ook wat moois tekenen. Kijk, hè, dit zijn de twee ladingen. Ja, negatieve en een positieve. Dan zie je dus inderdaad dat de veldlijnen, ja, die gaan van de positieve vandaan en ze gaan naar de negatieve toe. En je ziet dus hier inderdaad ook, ja, als je twee gelijke ladingen hebt, ja, dan zullen ze dus elkaar, ja, ze willen beiden de veldlijn van elkaar afduwen en dan krijg je dus hier in het midden een beetje gedring. Nou, dat geldt voor de veldlijnen. Allereerst, de richting van het veld, dat is gelijk aan de raaklijn van het veld. Dus wil ik hebben bijvoorbeeld hier in dit punt, wat is de richting van het elektrisch veld hier? Dan moet ik een raaklijn tekenen aan de veldlijn. En is de richting van de raaklijn is de richting van het elektrisch veld. Ja, dus de richting van het elektrisch veld is gelijk aan de raaklijn aan een veldlijn. Tevens zie je dat een veldlijn altijd loodrecht op de geleider staat. Ja, dat je hebt hier dus het voorwerp wat geladen is en alle veldlijnen die gaan loodrecht vertrekken vanaf het voorwerp en ze komen hier ook weer loodrecht erop terecht. Altijd loodrecht. En wat betekent nu met veldlijnen? Als je meer veldlijnen hebt, betekent dat het veld sterker is. En ook dat klopt wel aardig, want hier vlak in de buurt van een voorwerp van zo'n glijder, daar heb je heel veel veldlijnen op een klein stukje. Dus een grote veldsterkte. En bijvoorbeeld hier, ja, hier heb je maar heel weinig, dus op grote afstand, heb je een kleine veldsterkte. Klopt ook, want op grote afstand is de kracht ook minder. Je ziet in deze plaatjes dat ze nooit elkaar snijden. Ja, hier. Ja, ja, wel bijna. Ze komen wel in elkaars buurt, maar ze snijden elkaar nooit. Dat kan natuurlijk ook nooit. Ja, ga zelf eens over nadenken waarom dat zo is. Als je niet uitkomt, ja, vraag dan je docent maar eventjes. Maar ze snijden elkaar nooit. Het heeft te maken met de richting van het veld. Wat zou er gebeuren in de richting van het veld als ze elkaar zouden snijden? Eventjes twee bijzondere velden. Allereerst het veld van één puntlading, zoals het heet. Eén voorwerp waar de lading op zit. Zo'n veld die gaat keurig symmetrisch alle kanten op. En we noemen zo'n veld een radiaal veld. Wel een bijzonder veld, maar om eerlijk te wezen, we zullen het minder vaak gebruiken. Iets wat wel vaak wordt gebruikt, is het veld tussen twee platen met tegengestelde ladingen. Ja, dus je hebt hier een positieve plaat met positieve lading en een plaat met een negatieve lading. Dan zie je dus dat de veldlijnen hier tussen allemaal keurig evenwijdig zijn. Dat betekent dus dat de richting overal gelijk is. En ze zitten ook op keurig dezelfde afstand van elkaar. Dus overal is het aantal veldlijnen per bijvoorbeeld centimeter gelijk. Dat betekent dus dat die ook overal even sterk is, de veldsterkte. We noemen dit een homogeen veld. Een homogeen veld is de veldsterkte overal even groot en overal heeft die dezelfde richting. Belangrijk veld, onthouden dus. En hoe zit het met een geleider? Ja, wat gebeurt er in een geleider? Dus stel je voor, je hebt een metalen bal, daar doe je lading op. Ja, wat gebeurt er dan in een bal zelf?
het mooie is, in een bal zelf is er geen elektrisch veld. Ja, binnen een geleider, zoals daar staat, is de elektrische veldsterkte 0. Dit is dus bijvoorbeeld ook zo waarom je tijdens een bliksembui totaal geen gevaar loopt als je in een auto zit. Want de auto, die is geleidend. Maar in een auto zal dus bij een bliksemslag nooit een gevaarlijk elektrisch veld ontstaan. Want in een geleider is er geen elektrisch veld. We noemen dat ook wel eens de kooi van Faraday. Maar dat eventjes terzijde. Goed, dat was het weer. We trekken de stekker eruit. Tot ziens.